ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie mijn haul van alle boeken die ik heb gekregen en gekocht en gevonden. Ha, ik heb geen boek gevonden. Deze maand begon met heel weinig boeken. En toen dacht ik, oh zoals je doet het zo goed. Je hebt zo weinig boeken gekregen, gekocht en gevonden. En in de laatste week, toen heb ik er wat meer opgevraagd. Want ik wou alles voor Jalfest verzamelen. Want ik wil de maand april geheel in het teken zetten van Jalfest. En ik weet niet, toen kwam erbij. En ik heb er nu opeens heel veel. En ik weet niet hoe dat gebeurd is. Dus ik loop er een beetje snel doorheen. Allereerst even makkelijk. Het was vorige week de boekenweek. Dus ik begin met boekenweekgeschenk. Ik wil de hele tijd kinderboeken zeggen. Kinderboekenweek. Dus het boekenweekgeschenk. Deze is geschreven door Herman Koch. Makkelijk leven. Nog niet gelezen. Maar ik heb wel gebruik gemaakt van het gratis reizen met de trein. Zondag de 2e. Dus ben ik lekker een dagje naar Haarlem gegaan. Ik heb het gevlogd. Waarschijnlijk komt het in een soort van maandvlog. I don't know. Algemene vlog. Want het was echt een heerlijk dagje. Hele mooie boekenwinkel. Dan in mijn Fairy Loot zakje. Want ik ben hem momenteel aan het lezen. Zit The Jewel van Amy Ewing. Zij komt dus ook naar Jalfest. Tot nu toe. Ik ben op bladzijde 93. Tot nu toe erg gaaf en erg leuk. Ik ben heel benieuwd. Messed up. It's messed up. En uiteraard heb ik ook dit novelle bijverhaal gekocht. Aangezien het 5 euro is. En hij schijnt leuker te zijn dan het boek. Vind ik een beetje raar. Ik ben benieuwd. En dit is opgesloten. Deze gaat dan over Raven. Ik ben geen nummer. Is dat een meegespoiler? Waar ik nu ben, heeft Raven gewoon een nummer. Nu heeft ze geen nummer. Ik ook niet. Jewel heb ik van Jongen Awesome gekregen. Thanks, Jongen Awesome. Van Bills & Books heb ik Cinder gekregen. Ik heb deze wat later aangevraagd, maar ze waren wel nog lief om naar me op te sturen. Deze was echt fantastisch. Oh my goodness. Ik vond harteloos al super leuk. De schrijfstijl was heel leuk. De wereld was heel magisch. Ik had alleen iets minder met de personages. Deze personages vond ik fantastisch. De wereld was fantastisch. Die eindscène. Oh, ik vond het al echt fantastisch. Ik ben er doorheen gevlogen. Ik heb volgens mij de hele tijd tegen Sander gezegd. Ik vind het een leuk boek. Weet je nou? Ja. En buiten dat, hij is gorgeous. Dus. Oh, en ik had de boekenlegger. Ik heb hem. Oh, hij zit niet hierin. Dat maakt niet uit. Maar ik heb hem wel. En hè, omdat hij zo fantastisch was, heb ik geen moment gewacht. Want nu is hij nog 15 euro. Ik weet niet of hij 15 euro blijft. Maar dat maakt niet uit. Dus ik heb meteen het vervolg gekocht. Scarlet. Deze boeken zijn trouwens van Marissa Meijer. Als ik het niet heb gezegd, volgens mij heb ik het helemaal niet van in mijn enthousiasme niet gezegd. En ook hier heb ik de boekenlegger bij. Op de voorkant staat dan Scarlet. En op de achterkant Wolf. Ik vind ze echt super gaaf getekend. En volgens mij als deze serie compleet is, staan ze zo mooi in de kast. Blossom Books. Good job, man. Toen heb ik op Dutch Comic Con van de ABC Bookstore, omdat ik een post heb geplaatst van de ABC Bookstore met een verkeerde hashtag. Sorry, ABC Bookstore. Heb ik het boek van Laura Lam gekregen. En dit is Shattered Minds. Dit is een arc. Mijn eerste arc ooit. En hij is gesigneerd. Want Laura Lam was daaraan bezig. Ik weet niet waar die over gaat. Volgens mij over een meisje met een drugsprobleem. En volgens mij wordt haar mind geopend door die drugs of iets dergelijks? Ik weet het niet. Er staat hier: I defy anyone to put it down. The highlight of my year's reading. Ik weet niet waarom het zo. She would die for freedom, but can she save others from herself? En er staat hier: features a female Dexter with a drug problem and conscience. Dexter, fantastisch. Ik heb volgens mij bij die andere boek ook niet verteld waar het over gaat. Ik ben een slechte booktuber. Maar volgens mij weet iedereen het wel. The Jewel gaat over vrouwen die worden verkocht als slaven. Cinder en Scarlet zijn hertellingen van Assepoester en Roodkapje. En ze zijn fantastisch. En dit is dus een sci-fi mind boek. Dan heb ik deze maand natuurlijk Op de Rand van het Niet van Corine Duivens weggegeven. Daarvoor heb ik hem ook gekregen en gelezen van HarperCollins voor HarperCollins. I don't know. Fantastisch. Een verhaal over een autistisch meisje die zich aan het voorbereiden is op het einde van de wereld. Eigenlijk basically, er komt een komeet naar aarde. En zij wil zichzelf redden.
En ik vond hem heel gaaf, heel uniek. Als je meer wilt weten, kan je de winactie video bekijken, want dat was ook tevens een review. Tot focus. Dan komen we nu bij het grotere gedeelte van de Jalves boeken, want ze zijn een beetje geclusterd. Allereerst heb ik hier Riders van Annika Rossi. Ik weet niet waar het over gaat. Alleen over de Riders, hoe heette ze nou, van Apollo? Nee. Ja. De Ruiters van Apocalypse. Ja. Ik ken de mythe, maar hoe je het uitspreekt, geen idee. De Ruiters van Apocalypse gaat over een jongen die erachter komt dat hij dus de reïncarnatie daarvan is. En ze gaan zich verenigen. Er is een meisje die hun gaat verenigen. Ik weet het niet. Aangezien de summary ook heel klein is, is het volgens mij een boek waar je blind in moet gaan. Ik vind het wel echt een super gave cover. Dan heb ik ook The Cage van Megan Shepherd. Deze lijkt me heel gaaf. Ik weet niet waar het over gaat. De wereld zoals je die kent verdwijnt. Ik weet niet. Het ziet er echt dystopisch uit. Over gevangen zijn en je vrijheid te winnen. En dat zijn altijd boeken. Waarom? Ik heb echt geen idee waar het over gaat. Ik heb nog nooit iemand horen vertellen waar het over gaat. En toch trekt het me enorm. Dan doe je het als cover zijnde goed. Dan heb ik natuurlijk in mijn vorige haul heb ik Phobos al gekregen. En ook gelezen in de wrap-up. En nu is deel 2 uit. Is dat deel 2? Hou ik deel 2 omhoog? Ja. En nu heb ik ook deel 2 gekregen. Die is net uitgekomen. Fantastisch. Ik vond deel 1 heel leuk. Ik ben er doorheen gevlogen. Hij was ja, eigenlijk vermakelijk. En heel visueel goed geschetst. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deel 2. Phobos 2. Van Victor Dixon. En dan een boek waar ik ook heel benieuwd naar ben, waar ik iets minder reviews over heb gehoord tot nu toe. Maar kijk naar deze cover. Dit is Eerste Leven van Jaina Showalter. Zij is ook van De Witte Konijnen, de Zombie in Alice in Zombieland boeken. En ik ben altijd al benieuwd geweest naar haar schrijfstijl. Het enige wat ik hierover weet is dat je doodgaat. En na je dood kan je kiezen naar welk land je gaat, dus boven of beneden, hoe heette die landen? Myriad of Troika. That's all I know, all I want to know. Hij is wel echt een stuk dikker dan ik had verwacht, dat boek. We zijn er nog niet. Deze heb ik al laten zien op mijn TBR, want hij was net niet binnengekomen voor mijn vorige haul. En dat is deze Beauty of a Beast. Ha! Beauty of a Beast. Snap je? Beauty and the Beast. It's the Beauty of a Beast. Dit is Het Vuur van de Draak van Anthony Ryan. Ik ben hier al in begonnen. Superleuk met handel en piraterij en mind struggles en draken. All kinds of dragons. Dit is dus een wereld waarin mensen krachten krijgen als ze drakenbloed drinken. Het is niet iedereen die het kan. Het hangt dus af van de soort draak, de kleur van de draak, wat hun krachten is. Bij een rode draak word je supersterk. Bij een groene draak word je sneller. En bij een blauwe draak kan je dus met geesten linken. En de witte draak is dus een legendarische. En die schijnt dus de wereld te kunnen redden. De handel vooral. Want ze handelen dus in dat bloed. Maar ja, op een gegeven moment hebben ze al die draken uitgeroeid. Dus ze willen de witte draak vinden om de handel te redden. Bladibla. Super spannend. Hele gave characters. Hele gave wereld. Ik vind het een beetje jammer dat ik ben gestopt. Omdat er heel veel nieuws te lezen was. Heel veel recensie-exemplaar. Dus ook een recensie-exemplaar. Dus ik denk dat ik deze lekker tussendoor blijf lezen. Maar nu moet je al vast. Maar ik vind hem echt super gaaf en ik kan niet wachten om verder te lezen. Trouwens, de vorige was van LS Amsterdam, Lighting Zuidhof en deze ook. Dit is het geheugendagboek van Laura Avery. Dit is een dagboek over een meisje die haar die dementie krijgt of zo. Ja, ze zal alles vergeten, dus schrijft ze er herinneringen op. En ik was niet zo eerst niet zo erg geïnteresseerd in het boek, omdat ik ben echt gewoon een fantasy hype en ik heb helemaal niks meer met contemporary momenteel. Maar ik las dat heel veel mensen deze hartverscheurend vonden. En ik ben eigenlijk wel in de mood voor een hartverscheurend boek. Klinkt dat stom? Vast en zeker. Dus ja. Ik vind het super leuk. We krijgen in Nederland ook veel steeds. Maar dit is echt een recensie exemplaar. Er zit een sticker op. En ik heb het idee dat ik er niet echt af kan. Ik heb het geprobeerd. En achterop staat dan ook net zoals bij die andere de campagnes die ze gaan uitvoeren. En alleen maar quotes eigenlijk erover. Dus heel leuk. Dus ik ben benieuwd. Toen had ik vorige maand mijn verjaardag natuurlijk. En daar had ik nog een boekenbon van over. En van die boekenbon heb ik deze maand een boek gekocht. Jeetje van een verhaal. En eindelijk heb ik dus verder meer van Tahara Mafi. Dit boek heb ik al gelezen rondom Halloween. En daar heb ik toen met Brigitte een beetje over gepraat tijdens pompoensnijden. Fantastisch boek. Tahara Mafi is gewoon een van mijn favoriete schrijvers ook.
Dus dit boek mocht niet ontbreken in mijn collectie. En het gorgeous. Gorgeous. We zijn er bijna. Hou vol. Nog twee boeken. Toen heb ik opeens kreeg ik van de bezige bij dit boek toegestuurd. En dat is het Een Mooie Seizoen van Kees van Beinum. Ik weet niet waar dit boek over gaat eigenlijk. Ik weet ook niet of het iets voor mij is. De onheilspellende verdwijning van een kind dat onder het toezicht staat. Zet haar leven op zijn kop. Het is volgens mij een roman. Thriller. Beatrice, die probleemgezinnen in de hoofdstad nog steun plant vanwege het verdwenen kind in een door de media gevoelde nachtmerrie van verwijt en angst. In ieder geval bedankt het wezige bij voor het boek. Ik had natuurlijk een Fairy Loot box gekocht. Een beetje voor mijn verjaardag, een beetje omdat het een anniversary box was. En omdat het Myths and Monsters was en er stond een draakplaatje op de voorkant. En ik werd niet teleurgesteld en ik kreeg Strange a Dreamer. Zeg ik het nou goed? Nee, Strange the Dreamer, zei je. Ik zei het in de Fairy Loot unboxing ook al de hele tijd fout. Ik zei Strange a Dreamer, het is Strange the Dreamer. En dat was dit gorgeous boek. Toen had ik nog mijn oude, nee niet focus op mij. Toen had ik nog mijn oude camera en toen deed het echt geen recht aan dit boek. Maar kijk nou hoe gorgeous. Het is echt, kijk nou. Toch? En hij is gesigneerd en ik ben heel benieuwd naar het boek. En hij heeft een blauwe snede. Hij is wel echt gigantisch. Kijk dan. Kijk dan. Maar ik ben heel benieuwd. Dus deze ga ik eerder dan later lezen. En dat waren alle boeken. Het zijn er echt een hoop. Dat was het dan voor deze video. Oh wacht, nee. Ik heb ook nog Red Queens gekocht. Op Comic Con. En die is volume 1 Sas. Hey! Sas en Sorcery van Curtis. Hey Curtis. J. Wiebe. En ROC. Upcurtje. I don't know. Dat was hem dan voor deze video. Ik ben erg blij. Ik heb heel veel mooie boeken gehad, gekregen, gekocht en niet gevonden deze maand. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie blij zijn met mijn nieuwe camera. Ik heb het idee dat het echt 10.000 keer beter beeld is. Dus ik hoop dat jullie het ook prettiger vinden om naar te kijken. Dus, ja. Dat was hem dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je nog veel meer wilt zien. En ik zie jullie heel snel weer. Bye, 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 bye. Don't fall. Want over dikke boeken gesproken. I like big books that I cannot lock. Your other ones can deny. And done the last gorgeousness.